Welkom bij dit webinar van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Mijn naam is Ilko Keij, voorzitter. En dit is inmiddels weer het vierde webinar dat wij organiseren. En het gaat over Nederlands onderwijs in het buitenland. Waarbij wij hebben geredeneerd vanuit de vraag, wat als je nou voor jezelf of voor je kinderen met name Nederlands onderwijs wilt verzorgen als je in het buitenland bent. Bijvoorbeeld omdat je weer terug wilt naar Nederland en je wilt toch dat ze weer kunnen instromen, of omdat je het gewoon in het buitenland wilt bijhouden. Wie zijn dan de aanbieders? Nou, en we hebben dus een rondje gedaan en ook daarbij hebben we wat aanbieders gemist, die we blijkbaar niet goed hebben kunnen vinden. Maar we hebben een zo goed mogelijk overzicht gegeven van verschillende aanbieders. Een aantal van gaat dus hier ook spreken vandaag. En dat zijn achtereenvolgens de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, NOB, Edifax, Language One, Schoola en Wereldschool. Laat ik benadrukken, er zijn echt meerdere aanbieders. En later op onze website gaan we die ook toevoegen. Bovendien, in deze coronatijd is het nu ook veel gemakkelijker. Althans, men is veel meer gewend om, nou, zoals nu per Zoom, les te krijgen. Dus we sluiten niet uit dat er nog meerdere spelers op de markt komen. En dat, ja, dat zullen we dan graag aan. Maar dan vragen we ook wel aan hen om zichzelf bij ons te melden. Want wij missen soms ook wel wat. Maar wij willen gewoon vanuit het perspectief van, zeg maar even, de ouders een zo goed breed mogelijk overzicht aanbieden. Van de aanbieders, waarbij we wel eventjes nog willen benadrukken dat afgezien van het feit dat het niet helemaal compleet is, dat het toch een goed beeld geeft, maar dat er ook verschillen zitten in dat sommige bedrijven zijn, for-profits, en sommige stichtingen, dus not-for-profits. En dat is misschien ook wel goed om te weten. Ook belangrijk is om altijd na te vragen, als dat tenminste van belang is, of dit onderwijs wordt geaccrediteerd. Dus als je teruggaat naar Nederland van, mijn zoon of mijn dochter heeft echt dat lesjaar doorgaan. Dat is ook gecontroleerd. Heeft bijvoorbeeld de CITO-toets gedaan. Dus als dat belangrijk is, dan moet je er wel naar vragen. Nou, wij stellen iedereen in staat om een stukje over zichzelf te vertellen. Het is natuurlijk een beperkte tijd, dus dat houden we op een minuutje of 8 per persoon. En als er nog vragen zijn voor die specifieke organisatie, dan is het gemakkelijkst om dat op het eind van de presentatie te doen. Dan komen ook alle contact- en e-mailadressen voorbij. Dus dat is misschien makkelijker. Als er algemene vragen zijn, dan zet ze in de Q&A. Onze regionaal vertegenwoordiger Marielle Voogd, die wij zeer dankbaar zijn voor het opzetten van het webinar, die zit hier op de achtervang. En die kijkt of die vraag relevant is om nog even centraal te trekken. Volgens mij heb ik nu alles gezegd. Ik neem aan dat de Stichting Nederlanders Buiten Nederland inmiddels bekend is. Zo nee, ga dan naar snbn.nl. En als daar nog vragen over zijn, dan via info@snbn.nl gaan wij graag in op verdere vragen. Maar laten we maar gewoon beginnen. En zoals gezegd, beginnen we met het NOB, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. En dat is Jury. Ja, ik zie hem al verschijnen. Ik ga mezelf op mute zetten. Jury, the floor is yours. Ja, dankjewel, Ilko. Ik zal even mijn scherm gaan delen. Okay. Ja, dankjewel. Mijn naam is Jury Voogd. Ik ben werkzaam bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. En ik vind het fijn dat Ilko ons even de kans geeft om wat meer te vertellen over ons werk. Want wij zijn wel een beetje de vreemde eend hier in de bijdenking. Wij hebben een visie. Dat is namelijk dat moedertaalonderwijs helpt om kinderen en jongeren zich optimaal te ontwikkelen. Waar ze vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan. En dat vertalen we vervolgens in de missie. Het waarborgen van goed Nederlands onderwijs wereldwijd. Door kennis en ervaring te bundelen, te ontwikkelen en te vertalen naar inspirerende ondersteuning op maat. Want wat zijn wij nou precies? Wat doet NOB? Wij zijn sinds 1980 actief, eind 1980, dus dit jaar vieren we ons jubileumjaar. En in essentie zijn wij een koepelorganisatie en wij vormen een netwerk
van bijna 200 aangesloten scholen. We zijn een non-profit. We doen dit volledig in opdracht van het ministerie van OCW. We hebben geen eigen scholen, dus alle scholen zijn aangesloten bij ons. Dat kunnen zij kosteloos doen. En wij staan ze vervolgens bij op verschillende vlakken, begeefsadvies. We hebben allerlei professionaliseringsmogelijkheden voor die scholen. En we doen dat ook aan kwaliteitsbevordering van de scholen. De drie van de partijen die hier vandaag aanwezig zijn, Language One, de Wereldschool en Edufax, die zijn ook bij ons aangesloten als partij. En gezamenlijk vertegenwoordigen zo'n 13.000 leerlingen in meer dan 180 landen. En naast dat we de scholen ondersteunen, doen we ook een stukje belangenbehartiging bij de politiek en andere organisaties. En informeren we ook verschillende doelgroepen, zoals vaak ouders. Meestal ouders voordat ze naar het buitenland gaan. In dit geval juist ouders die al in het buitenland zitten. Daarnaast zijn we ook in mandaat werkgever van onderwijspersoneel op Europese scholen. Maar dat zijn de EU-scholen, zeg maar, voor EU-ambtenaren, de kinderen daarvan. Even terug natuurlijk naar een andere vraag. Die vraag krijgen we best wel vaak. Waarom zou je eigenlijk je Nederlands bijhouden als je naar het buitenland gaat? Mensen denken toch vaak, ja, we blijven thuis Nederlands spreken. Ze hebben nog contact met vrienden en vriendinnen en familie thuis. Is dat niet voldoende? Nou, in de praktijk blijkt dat toch vaak niet genoeg te zijn. In het begin, zeker spreekvaardigheid, dat gaat nog wel. Maar kinderen, ja, die raken toch sneller dingen kwijt dan je zou denken. De belangrijkste reden, en ook een van de redenen waarom wij ooit zijn opgericht, is dat toch veel gezinnen die naar het buitenland gaan, uiteindelijk wel weer terugkeren. Zelfs zo'n 40% van de gezinnen uit Nederland die vertrekt, die gaat binnen 5 jaar terug. En de ervaring leert gewoon dat als je het Nederlands op een soort hoger niveau, echt op goed niveau bijhoudt, dat je een stuk makkelijker instroomt weer in het onderwijssysteem in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld als je, we kennen ook genoeg voorbeelden van kinderen die dus hun hele leven lang in het buitenland opgroeien, maar vervolgens wel in Nederland gaan studeren. Nou, ook dan is dat, heeft dat een grote toegevoegde waarde. Daarnaast blijkt ook uit onderzoek dat het bijhouden van de moedertaal een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dus het blijkt dat zij met een goede beheersing van de moedertaal ook makkelijker in staat zijn om een andere taal weer te leren. En ook dat bepaalde vaardigheden, zoals creativiteit of probleemoplossingsvermogen, net even wat beter ontwikkeld zijn bij meertalige kinderen. En tot slot is het ook gewoon belangrijk dat je weet waar je vandaan komt. Dat je aandacht hebt voor je culturele wortels. Hè? Dus als je weet waar je vandaan komt, kan je ook beter in staat zijn om de wereld te ontdekken. En zeker als je van meer die wereldburger, die mobiele wereldburger bent. Nou, dat uitzicht dus in verschillende soorten onderwijs. De scholen die bij ons aangesloten zijn, daar kom ik zo nog even op terug, die zijn allemaal te vinden op onze website. Dan ben je een scholenzoeker. Dat is eigenlijk een hele diverse groep, van kleine scholen tot grote scholen. Allemaal met een eigen insteek. Maar de grootste groep wordt gevormd door zogeheten NTC-scholen. Dat staat voor Nederlandse Taal- en Cultuurscholen. Dat zijn meestal, dat zijn voornamelijk dus fysieke locaties echt. Het grootste deel daarvan is weer op het niveau van basisonderwijs. Maar je hebt ook verschillende voortgezet onderwijsscholen of scholen die dat aanbieden. En ook voor peuters zie je een steeds groter aanbod komen, een voorschools aanbod. Het grootste gedeelte daarvan is echt een zelfstandig op zichzelf staande school. Maar die verzorgen dan vaak zo'n 3 uur per week Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen in aanvulling op hun reguliere dagschool. Maar een deel is ook geïntegreerd. Dus dan zijn ze in feite een deel van onze scholen vormt in feite een Nederlandse taalafdeling van bijvoorbeeld een international school, een American school, een British school, dat soort zaken. Dan heb je vervolgens nog een wat beperktere groep. De dagscholen, dat was vroeger een grotere groep. Dat is vaak dan eigenlijk een kopie van de Nederlandse school, meestal basisonderwijs, die gewoon ergens anders op de wereld zit, ook met dezelfde soort groepen. Voornamelijk op Aruba, Curaçao, Singapore zit er eentje, in Spanje ook.
En je hebt nog een beperktere groep Nederlandse internationale scholen, maar die worden steeds schaarser. En door die NTC-scholen heen lopen ook een aantal afstandspartijen die bij ons zijn aangesloten. Dat zijn er op dit moment 8. Drie doen dadelijk een verhaal, maar er zijn er nog 5 en ze hebben eigenlijk allemaal hun eigen insteek en hun eigen manier van werken. Dus dat is sowieso eens een keer de moeite waard om naar te luisteren. Wij zijn eigenlijk altijd beschikbaar voor meer informatie, want het is heel lastig voor mij nu om op ieder specifieke situatie in te gaan. We hebben altijd wel een voorkeur voor bijvoorbeeld voor fysiek onderwijs. Maar ja, er zijn heel veel redenen waarom dat bijvoorbeeld niet zou kunnen. Het is niet voor niks dat onze scholen in 80 landen zitten. Maar als je alle leerlingen bij elkaar optelt, zijn er in totaal leerlingen in 120 landen. Of meer dan 120 zelfs. Maar we nodigen iedereen uit om gewoon, dat is kosteloos, altijd als je met een vraag zit over terugkeer of ook over een bepaalde soort onderwijs, wat werkt nou het beste, om gewoon contact met ons op te nemen. Dus ik heb heel veel capabele collega's die jarenlange ervaring hebben met het adviseren van ouders van wat nou de beste match is. Dus daar staan we altijd voor klaar. Dat kan gewoon via info@stichtingnob.nl, ook via onze website. En degene die misschien wat meer willen weten echt over het netwerk, hoe het zich de afgelopen 40 jaar heeft ontwikkeld, zou ik ook aanraden om op nob40.nl te kijken. Dat wordt ongetwijfeld nog later nagestuurd, maar dat is eigenlijk een online magazine dat we hebben gemaakt ter ere van ons 40-jarig bestaan, waarin we een kijkje geven in de afgelopen 40 jaar, want het is heel wat veranderd. Dus ja, tot zover zou ik willen zeggen. En er zijn later nog mogelijkheden voor vragen, begrijp ik. Dankjewel, Juri. En ook prachtig binnen de tijd, moet ik zeggen. Dus ik hoor het alarm al afgaan. In dat geval ga ik graag meteen de volgende spreker het woord geven. En dat is Yvonne Koppens van Edufax. Aan jou het woord, Yvonne. Dankjewel. Dan ga ik ook mijn scherm even delen. Als het goed is, moeten jullie nu kunnen zien. Oké. Nou, ik ben Yvonne Koppens en ik ben leerkracht primair onderwijs bij Edufax, dus basisonderwijsjuf. En wij geven lessen Nederlands, taal en cultuur. Dus wij zijn echt gefocust op de Nederlandse taal en cultuur en brengen die over aan leerlingen in het buitenland, wereldwijd. Nou, wat is Edufax nou eigenlijk? Edufax bestaat al ruim 30 jaar. We hebben al 30 jaar ervaring met lesgeven in de Nederlandse les. We zijn ooit begonnen met de fax, vandaar ook onze naam Edufax. Vervolgens overgestapt op mail en nu hebben wij een eigen ontworpen online platform. Namelijk NTC Online, Nederlandse taal en cultuur. En via dat online platform begeleiden wij onze leerlingen van kleuters tot aan groep 8 in het basisonderwijs. En voortgezet onderwijs tot aan zelfs IB-leerlingen. Dus u kunt bij ons terecht voor eigenlijk alle leeftijden. En kinderen kunnen bij ons doorstromen totdat ze weer terugkeren naar Nederland. Of totdat ze willen stoppen met het Nederlands onderwijs. U kunt bij ons ook gewoon, de kinderen kunnen gewoon examens afnemen ook. CITO-toetsen en dergelijke nemen wij ook allemaal af. En dat is ook allemaal geaccrediteerd in Nederland en in België. Nou, wij kijken altijd heel erg goed naar het individuele kind. Dus onze lessen zijn individueel. Maar wij gaan ook echt in gesprek met ouders en met oudere leerlingen zelf. Van wat is nou eigenlijk het doel? Zoals Juri van de NOB net ook al vertelde, dat doel kan heel verschillend zijn. Bij ons hebben de meeste leerlingen als doel om weer terug te komen in het Nederlands onderwijs. En dan gaan we dus bespreken, oké, op welk niveau zit je nu? Wat is er nodig en wanneer willen jullie terugkomen? En dan gaan we dus kijken ook wat er op de dagscholen gebeurt. Want in de meeste gevallen is het bij ons zo dat onze leerlingen op internationale scholen zitten of op een plaatselijke dagschool. En dan gaan we ook in overleg, wat wordt daar nou aan lessen gegeven
En hoe kunnen wij ons programma daarop aanpassen? Ik heb bijvoorbeeld een leerling, die zit bij mij in groep 8. En die krijgt vrij uitgebreid begrijpend lezen op de dagschool al. Dus wij hebben besloten dat we dat wat minder doen tijdens Nederlandse lessen. En dan juist meer de nadruk leggen op de woordenschat. Nou, zo bekijken we dus per leerling wat is er nodig. Waar heb je misschien moeite mee, waar we extra tijd in moeten steken. Dat wordt zo bekeken. Nou, de terugstromen in het Nederlands onderwijs gaat eigenlijk vrijwel altijd heel erg netjes. We kijken ook altijd even in overleg met de scholen waar kinderen terechtkomen. Om te kijken hoe het gaat. En zorgen dat daar goede afspraken over zijn gemaakt. Nou, er zijn natuurlijk ook leerlingen bij ons die juist alleen het contact willen behouden met de Nederlandse taal en cultuur. Bijvoorbeeld om met opa en oma te kunnen kletsen of met vriendjes en vriendinnetjes. En ook daar gaan we dan bekijken, wat willen we nu? Wat willen ouders? Wat willen kinderen? Wat is er nu echt nodig? Gaan we die focus leggen op spelling of meer op het mondelijk taalgebruik? Gaan we op de woordenschat zitten? Nou, individueel bekijken we dit gewoon per kind. Nou, zoals ik al gezegd, ze werken bij ons in NTC Online. Dat is een programma waarin zij allerlei verschillende opdrachten maken op alle verschillende gebieden van Nederlandse taal en cultuur. En natuurlijk ook spelenderwijs, want dat is heel belangrijk voor de kinderen, anders wordt het al snel saai. En die maken we zo gepersonaliseerd mogelijk. Ik als leerkracht geef feedback daarop. Ik stuur filmpjes op om dingen uit te leggen. Maar het is ook mogelijk om bij ons Skype-lessen te volgen. Dat wil zeggen dat we dus afspraken maken, wekelijks of tweewekelijks, waarin één op één gewoon een les gevolgd wordt met een juf. Dus bijvoorbeeld met mij, maar dat kan ook een van mijn andere collega's zijn. En ik heb collega's over heel de wereld, dus ook als ze met andere tijdzones zitten, dan kunnen we dat ook regelen. Dus dat is wel heel erg prettig. Nou, dan gaan we dus in gesprek, dan werken we gewoon door tijdens zo'n Skype-gesprek aan de opdrachten. Er zijn ook steeds meer ouders die hiervoor kiezen vanwege het motiveren. Het is soms lastig om kinderen aan het werk te krijgen als ze al een lange dag hebben gehad op de dagschool en naschoolse opvang of misschien nog sporten. En als ze dan ook nog Nederlands moeten gaan doen, dan is dat soms wat lastig. Dus er zijn steeds meer ouders die ook voor de Skype-lessen kiezen of Teams of Zoom, wat dan ook het prettigst werkt, om echt aan die motivatie te werken. Want het is gewoon fijner om met een juf te werken dan vaak met papa en mama. Maar nogmaals, er zijn ook mogelijkheden en dat kinderen gewoon zelfstandig werken. Het is maar net wat u en uw kind het prettigst vindt. Even kijken, we hebben ook regelmatig contact met onze ouders en onze leerlingen. We hebben altijd startgesprekken, voortgangsgesprekken, eindgesprekken als daar behoefte aan is. Om zo goed te kunnen bespreken hoe het gaat met het kind en of we iets moeten veranderen hieraan. En verder bieden wij ook zomerschool. In de Nederlandse zomervakantie kunnen kinderen ook nog zomerschool bij ons volgen. Ook met leerkracht als ze dat willen. En dan bieden we daar ook rekenonderwijs bij. Het is soms gewoon heel erg fijn als een steuntje in de rug voor als mensen terugkeren. Maar het is ook gewoon heel erg prettig op het moment dat je wel in het buitenland blijft. Om die lange weken toch met je Nederlands bezig te blijven zijn. Want anders val je gewoon in een gat van 6 weken en dan 4 weken. En dat is gewoon heel erg jammer. Even kijken. Edufax geeft dus onderwijs, Nederlandse taal en cultuur aan onze leerlingen. Maar daarnaast zijn wij nog een breder bedrijf. We hebben ook een groot Global Advice stuk. En dat houdt eigenlijk in dat wij met u mee kunnen denken over het hele verhuizingsproces. Dus wij kunnen ook meekijken naar scholen als u terugkeert naar Nederland. Of op het moment dat u herplaatst wordt, ergens anders gaat wonen. Kunnen we ook daarmee kijken, wat is een goede school, wat past bij uw kind. Eigenlijk over dat hele verhuisproces kunnen wij ook meedenken. Dus die optie is er bij ons ook. Het kan ook allemaal apart afgenomen worden, maar net wat er prettig is en waar u behoefte aan hebt. En we hebben ook een stukje Innovation Center, waarin we eigenlijk altijd bezig zijn met de nieuwe ontwikkelingen. En kijken hoe we u en uw kind het beste kunnen helpen. Even kijken of ik alles heb verteld. Ja, ik denk het wel. Contact is met ons mogelijk via WhatsApp. Het is misschien ook wel een leuke om te benoemen. Wij merken dat steeds meer kinderen behoefte hebben aan snel contact. Ook ouders behoefte hebben aan snel contact. Dus naast mail en telefonische afspraken werken wij ook met WhatsApp. En dat zie je zeker bij heel veel kinderen die wat ouder zijn. Die vinden dat zelf heel erg prettig, want dan kunnen ze vlug even iets vragen aan de juf. En met de jongere kinderen werkt het heel erg fijn, omdat we dan naar onze kleuters even een filmpje kunnen sturen.
Maar ook de groep 3 kinderen even gewoon mondeling iets uit kunnen leggen in plaats van via geschreven taal. Nou, hoe ziet er dat dan uit? Elke les is van groep 4 tot en met 8 is opgebouwd uit alle verschillende tegels, waarin dus alle aspecten van het Nederlands aan bod komen. Je ziet hier ook een stukje cultuur en uiteraard ook spelenderwijs oefenen. En daarachter elke tegel zitten dan weer opdrachten. Voor onze groep 3 leerlingen ziet er dat natuurlijk iets anders uit, want zij gaan leren lezen en schrijven, dus die focus ligt ergens anders. Al onze leerlingen kunnen in principe zelfstandig werken in het programma. Er mag hulp van ouders geboden worden, uiteraard, maar dat is niet per se nodig. En we zien zelfs bij de jongste kinderen dat zij dat al heel goed zelfstandig kunnen, omdat er heel veel met filmmateriaal wordt gewerkt. En we hebben ook een kleuterprogramma, dat is nog kinderlijker uiteraard. En voor ons voortgezet onderwijs en alles wat daarboven komt, zijn de verschillende tegels weer opgebouwd, maar dan vooral met schrijfopdrachten en dergelijke. Nou, dat was ie. Als u nog vragen hebt, kunt u altijd even kijken, even mailen of op even kijken op de website. Dank u wel. Geweldig, Yvonne. Dank je wel. Ik zie trouwens net één vraag binnenkomen die wellicht interessant is ook voor anderen om mee te pakken. Hebben jullie tips voor gezinnen in het buitenland waar slechts één ouder Nederlands is en de taal spreekt? Toevallig zit ik zelf in zo'n gezin. Mijn vrouw is Amerikaanse en ik ben vanaf dag 1 begonnen met Nederlands praten thuis, constant, heel erg onophoudelijk en Nederlandse filmpjes, jeugdjournaal, dat soort dingen. Maar goed, dat is vanuit niet vanuit een professionele achtergrond, maar meer gewoon van hoe krijg ik het vermoedelijk het snelst voor elkaar, maar we horen graag de experts daarover. Maar ik zie je knikken, Yvonne. Dat komt bij ons ook regelmatig voor. En wij zien wel dat onze ouders kiezen dan vaak voor die Skype-lessen erbij, zodat ze ook met de Nederlandse juf of meester in gesprek gaan. En wij raden ook altijd aan, blijf vooral veel lezen, veel voorlezen, dat ze gewoon zoveel mogelijk Nederlands horen en zien. En dat we op jonge leeftijd al beginnen, dat werkt eigenlijk het beste. En in ons geval nemen de ouders daar ook vaak Skype-lessen bij, zodat ze dus ook naast die ene ouder ook nog contact hebben met iemand anders die Nederlands praat. En wij kunnen eventueel ook nog gezinnen aan elkaar koppelen. Dus dat wil ook wel eens helpen. Dat ze dus met andere kinderen van dankjewel. Oké. En meteen ook de vraag voor de volgende sprekers, want die hebben we misschien daar weer andere methoden voor, maar uiteindelijk is het doel hetzelfde natuurlijk. Dus ik ga graag over naar Jonica Lub van Language One. Ik zal mezelf weer even uitzetten. Kijk, het gaat al heel snel. Ja, ik hoop dat iedereen mij hoort. Welkom en leuk om hier iets over Language One te mogen vertellen. Mijn naam is Jonica Lub. Ik werk sinds 2008 voor Language One. En aan de hand van dit plaatje zie je een beetje wat de organisatie inhoudt. We geven Nederlandse lessen wereldwijd. En hier zie je ook wel echt dat het niet alleen onderwijs is, maar dat het ook vooral echt een mooi cultureel aspect is in het buitenland. Waarin Nederlanders elkaar ontmoeten en waarin het heel fijn is dat je je cultuur en identiteit kunt behouden ver weg van Nederland en België. De missie van Language One is dat we eigenlijk met innovatief onderwijs wereldwijd kinderen kennis en vaardigheden willen bijbrengen. En dat willen we eigenlijk in een internationale context doen. Hè? Dus de kinderen die zitten vaak op internationale scholen, wonen in een andere omgeving. En we vinden het belangrijk dat we dus bijdragen aan wereldburgerschap, identiteit en cultuur. Language One is bestaat meer dan 35 jaar. Is ooit begonnen vanuit Shell. En is inmiddels onderdeel van EVO at School. En dezelfde organisatie waar ook Wereldschool onder valt. En we bieden onderwijs aan 1000 leerlingen en hebben op 9 scholen wereldwijd bieden wij allerlei onderwijs en lessen aan.
En daarnaast hebben we een online afdeling, zodat we ook gezinnen die verhuizen van Language One goed kunnen begeleiden. Maar inmiddels ook overal ter wereld gezinnen begeleiden die bijvoorbeeld ook nog niet eerder bij Language One aangesloten waren. Nou, we geven les met een team van 60 bevoegde docenten. En het leuke daarvan is dat de meeste docenten op de locaties werken, maar ook online werkzaam zijn. Dus die kennen de programma's goed, die weten goed hoe het er in het buitenland aan toe gaat, in wat voor setting en context de leerlingen zich bevinden. En dat werkt fijn, dat ze dus daarnaast ook online lessen kunnen verzorgen voor ons. Hier zie je waar we zitten. Dus we hebben een hoofdkantoor in Nederland. En verder zitten we in het Midden-Oosten in Azië. In Kuala Lumpur, Singapore, waar ik zelf 5 jaar heb gezeten. En in Perth. En Shanghai, Hongkong en het Midden-Oosten. Er zijn ook wel andere NTC-scholen die gebruik maken van onze lesmaterialen. Dat staat hier niet op, maar dat zijn een aantal scholen die bijvoorbeeld in Europa en in Bangkok zitten, die ook met Language One materialen werken. Nou, wat kunnen wij voor jullie betekenen? Language One is een van de grootste onderwijspartners samen met Wereldschool, die dus Nederlands onderwijs verzorgt. En we bieden eigenlijk, dat is denk ik wel het mooie ervan, fysiek onderwijs, dus echt onderwijs op de scholen. Maar ook online en ook blended vormen. Dus leerlingen die bijvoorbeeld verder weg van een locatie wonen, kunnen in de combinatie met online en onderwijs op locatie eigenlijk hele mooie vormen vinden. En dat doen wij door gebruik te maken van een digitale leeromgeving, waarin alle materialen te vinden zijn, waardoor eigenlijk leerlingen en ouders, waar zij ook zijn, altijd bij hun lesmaterialen kunnen. Dit zijn de programma's die we aanbieden. We hebben dus een peuter- en kleuterprogramma. We bieden onderwijs in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En we leiden op naar examenprogramma's IB Dutch, CNAVT en via de Wereldschool in samenwerking met onze samenwerkingspartner Wereldschool, MAVO, HAVO en VWO-programma's. De specialisatie van Language One is echt wel dat onze programma's internationaal georiënteerd zijn. Dus dat wij Nederlands aanbieden in een internationale context van het IB. Onze programma's hebben dezelfde touch en zien er op dezelfde manier uit. En dat werkt heel prettig, denk ik, omdat leerlingen dus dat op hun dagschool ook al goed gewend zijn. Soms komt het wel eens voor dat leerlingen ook echt een heel volledig Nederlands curriculum willen volgen. En dan kunnen we dat goed aanbieden via de Wereldschool. Nou, wat kenmerkt ons programma? Ik zei het net al eventjes. We hebben dus een geïnternationaliseerd onderwijs. Blended, online en op locatie. Je kunt het op alle devices kun je erbij. Dus je kan het op je telefoon doen, op je tablet, op je computer. Je kunt eigenlijk overal met Nederlands aan de slag. Het voldoet aan de NTC-doelen en aan de Nederlandse eindtermen. Dus dat is wel dat is echt heel prettig. Daar hebben we hard aan gewerkt, samen ook met Stichting Leerplanontwikkeling, om dat heel goed af te stemmen. En daarmee bieden we denk ik wel echt een heel mooi programma, waarin leerlingen echt zelf worden aangemoedigd om die taal heel goed te gebruiken. En echt ook een soort zekerheid ontwikkelen om echt trots te zijn op de Nederlandse taal en te weten dat ze dat straks goed kunnen benutten in de toekomst. Nou, we zijn aangesloten bij NOB en 4 keer per jaar worden onze programma's ook door de onderwijsinspectie gecontroleerd. Nou, hier zie je even een blik van hoe het onderwijs verloopt. Hè. Dus we hebben, je ziet hier online onderwijs, maar ook leerlingen vaak met elkaar in interactie, met elkaar overleggen. Het is een actieve vorm van onderwijs met elkaar. Nou, hier zie je nog even korte titels van bijvoorbeeld de thema's die we gebruiken in het basisonderwijs. Dus we werken echt veel meer projectmatig. En dit zijn een aantal onderwerpen van units waar leerlingen in het voortgezet onderwijs mee werken. Dus daar zijn ook de onderwerpen vaak gebaseerd op literatuur, op eigenlijk hele leuke, brede, gevarieerde projecten die afgestemd zijn op het IB, het Internationaal Baccalaureate.
Dit zijn de partners waarmee we werken, of tenminste een aantal, want we werken natuurlijk ook met veel internationale scholen samen, die staan hier niet op. Maar het IB is natuurlijk een belangrijke, maar ook Shell, NOB, Infinity, Buitenlandse Zaken en de inspectie niet te vergeten en natuurlijk onze partner Wereldschool. Nou, als je je wilt aanmelden of je wilt informatie, vul de onderwijscheck in op de website van Language One en dan nemen we heel snel contact met jullie op. En om een afspraak te maken voor een adviesgesprek of een intake te plannen. En we maken jullie graag wegwijs in onze omgeving en het lijkt ons leuk om kennis met jullie te maken om wat meer over onze programma's te vertellen. Nou, ter informatie nog de laatste contactgegevens. En mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Dankjewel. Ik moet zeggen, jullie zijn allemaal heel strak binnen de tijd. Knap. Dat is bij vorige sessies wel eens anders geweest. Dus dat is fijn. Heel erg bedankt, Jonica. Het beeld dat me nou voorkomt, is dat het als je als ouder hier moet zoeken, dat je redelijk wat soms deels overlappende informatie krijgt. En dat je dus even wel goed moet zoeken van, ja, wat wil ik precies voor mijn kind? Is het voor even, is het voor later, is het voor nu, is het voor langer? Allemaal strategische vragen die je zelf moet stellen, dat het dus een soort van lappendeken bijna aan aanbieders is. Wat heel goed is, maar je moet je wel even scherp maken dat je even de ronde gaat. En nou ja, goed, hopelijk helpt het hiertoe. Dus nogmaals, dankjewel. Dat was Language One. En dan gaan we door. We hebben nog twee sprekers. Inge Verberg is de volgende spreker van Skoola. En ook zij heeft volgens mij een scherm om te delen. En ik ga weer even achter de video. Zeker. Ik hoop dat jullie zo mijn scherm zien. Zou je dat nog heel even kunnen checken? Ja, prima. Oh, heel goed. Nou, ik ben Inge Verberg van Skoola. Heel leuk dat ik hier even wat mag vertellen. Ik weet niet of sommigen van jullie misschien al Skoola kennen. Skoola is een online digitaal leerplatform in Nederland. Wordt ook vooral gebruikt in Nederland zelf. Maar het kan er ook bij uitstek gebruikt worden voor kinderen, Nederlandse kinderen in het buitenland. Omdat het allemaal digitaal is en op alle devices te spelen is op elk moment. Wat is Skoola? Onze visie is leuk leren werkt. We geloven dat plezier in leren helpt om het talent bij kinderen te ontdekken en te ontplooien. Als kinderen ergens plezier aan beleven, beklijft iets beter. En daarom verpakken we de lesstof in leuke quizzen en games. En belonen we kinderen voor goede antwoorden. Dus we geven ze extra game-elementen en beloningen om ze dus ook te motiveren, zodat het ook echt leuk blijft. Je ziet hier wat screenshots van ons platform. Met een aantal quizzen die we aanbieden. Het is dus voor thuis, het is dus geen school, geen onderwijs, maar echt een aanvulling daarop. We bieden alle vakken in groep 1 tot en met 8 voor basisonderwijzers. Maar daarnaast kunnen ze ook oefenen met de toetsen, dus de LVS-toets, de CITO-toets en de entree-toets. Daar zijn oefenvragen beschikbaar, dus dat is ook handig om daar eventueel mee te oefenen. En we hebben speciale thema's, bijvoorbeeld het nieuws, maar ook de ruimte of iets, een maatschappelijk probleem, bijvoorbeeld vluchtelingen of de natuur. Dus op die manier laten we ook kinderen daarmee kennis maken. 180.000 kinderen maken nu gebruik van Skoola. En wat ik al zei, op alle devices. Hoe is Skoola opgebouwd? Onze oefenstof die is ontwikkeld door onderwijsdeskundigen. Dus echt de vakspecialisten die voor de grote aanbieders ook rekenquizzen of rekencontent maken of taalcontent. Dus die maken ook voor ons de content en het is in lijn met het Nederlandse onderwijssysteem. We bieden extra motivatie door game-elementen toe te voegen, de beloningen toe te voegen. Kinderen kunnen ook ergens voor sparen, dus ze doen het ook nog ergens voor. Elk kind oefent op zijn eigen niveau, dus we bieden verschillende moeilijkheidsniveaus aan. Adaptieve quizzen, waarbij het
moeilijkheidsniveau zich automatisch aanpast. Maar we hebben ook, je kunt ook switchen van groep. Dus als je kind minder goed te rekenen, dan kan hij bijvoorbeeld een groep lager spelen. Nou, het ziet er eigenlijk voor elke groep anders uit. Dus onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Elke maand zijn er nieuwe quizzen. Dus het is ook veel wisseling wat erin zit. En als ouder heb je ook inzicht in de voortgang en het niveau van je kind. Want je krijgt een eigen account. Nou, op Skoola hebben we ook, ik heb ook even gekeken van, wat kunnen we nou doen om met die Nederlandse taal te oefenen? Nou, dat doen we met spelling. In het vak spelling worden alle spellingregels behandeld. Dat gaat in 3 stappen, dus van spelenderwijs kennis maken, naar oefenen, naar uiteindelijk toepassen. Maar ook begrijpend lezen, dus dan kunnen ze kiezen tussen verschillende niveaus, maar ook tussen verschillende thema's. Dus houdt je kind van dieren, dan zijn er dieren teksten, zodat ze echt iets, zodat het ook echt leuk blijft. Taal. Nou, we hebben woordenschatquizzen, waarbij we moeilijke woorden in een context plaatsen, zodat ze echt ook weten wat het betekent en niet alleen maar los het woord zien. En voor de allerkleinste hebben we Woord Extra, een woordenschatgame waarin de 2000 belangrijkste woorden aan bod komen, die ze moeten kennen voor groep 3. Dus dat is ook met filmpjes, met leuke animaties, illustraties. Nou, ik denk dat we gewoon maar moeten kijken hoe het er dan uitziet. En dan ga ik nu switchen van scherm en dan hoop ik dat jullie dat kunnen zien. Ilke, zou je nou nog eventjes een keer een bevestiging kunnen geven? Ook dat gaat prima. Ja hoor, helemaal goed. Dat is mooi. Nou, hier zijn jullie het dashboard. Dus hier zie je alle vakken die we aanbieden. Dus naast de kernvak, rekenen, taal, bieden we ook de zaakvakken aan. Zoals aardrijkskunde, topografie, geschiedenis. Hier zie je dus het vak toetsen. Nou, hier zie je de extra dingen die we aanbieden in Checkit. Bijvoorbeeld verhaalmissies, nieuwsquizzen, samenwerking met het WWF. Dan hebben we ook nog voor de kleintjes. Hebben we wat meer speelse vormgeving, wat meer junior uitstraling. Je ziet dat we nu aandacht besteden aan het alfabet, dus de verschillende letters. Daar hebben we quizzen omheen gebouwd. Maar bij de wereld zie je bijvoorbeeld ook verschillende thema's waar ze dan over leren. Dan ga je naar groep 8. En hier zie je dat de uitstraling wat meer volwassener is geworden. Hier staan bijvoorbeeld de toetsen met verschillende toetsaanbieders. Zoals de CITO, maar ook IEP en Route 8. En daarbij alle verschillende quizzen die aan worden geboden. En ook hier weer spelling, taal, rekenen, de kernvakken. En hier gaat het op dit moment over de verkiezingen die bijna zijn in Nederland. Daar hebben we speciaal voor groep 7, 8 quizzen over gemaakt. Dan ga ik jullie nog even één dingetje laten zien over spelling en woordenschat. Hier zie je bijvoorbeeld bij spelling dat je dus per woord aparte quizzen hebt, zodat je daar echt mee kunt oefenen. En datzelfde geldt ook voor taal. Heb je bijvoorbeeld een vraag over zeepaardjes? En dit was dat we dus een moeilijk woord in een tekst verpakken, zodat kinderen ook weten wat de context is. In dit geval gaat het over het woord buitengewoon. En dan proberen we met een leuke tekst dus de betekenis van het woord buitengewoon uit te leggen. Nou, dat is eventjes in een notendop Skoola. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik flip nu weer even terug naar mijn presentatie. Ik hoop dat dat weer te zien is. Nou, als jullie zouden willen kennismaken met Skoola, dan kan dat. Het werkt met een abonnementsmodel. Dus het is in principe voor een maand of een half jaar of een jaar kun je een abonnement op Skoola nemen. Maar speciaal voor jullie heb ik nu een aanbod op de website staan die jullie hier zien, waarbij jullie 30 dagen
gratis kunnen proberen om even te kijken van is het wat voor jullie kind en is het misschien de extra ondersteuning of de extra oefening waar jullie naar op zoek zijn. Zoals ik al zei, is het een aanvulling, dus het is niet het onderwijs zelf. En ik heb nog wat leuke links, onder andere leuke downloads, bijvoorbeeld spelletjes die jullie kunnen uitprinten om thuis met de kinderen te spelen. Bijvoorbeeld een klankenkwartet of een taalganzenbord en een FAQ met vragen over Skoola in het buitenland. En de leuke blogs met nog wat tips hoe je thuis aan de slag kan om ook met spellingen en taal te oefenen. Dat was het. Bedankt voor jullie aandacht. En jij bedankt voor je presentatie, Inge. Ook hartstikke leuk. Mooi te zien hoeveel creativiteit er van alle kanten aangeboden wordt. En degene die zegt, er wordt niks voor de kinderen gedaan. Dat is zeker niet waar. Wat het best past, ja, toch op eigen onderzoek uitgaan. En dan hebben we voor nu althans nog één laatste spreker. Bianca Maaskant van Wereldschool. En daarna kunnen we dit webinar afsluiten met hopelijk een hoop gegevens voor iedereen die kijkt en luistert ter nadere overweging. Dus Bianca, aan jou het woord. Bedankt Ilko. Als het goed is kunnen jullie mijn scherm nu zien. Ik ben Bianca, ik ben werkzaam bij de Wereldschool. Waarom bestaan wij? We hebben één duidelijk doel en dat is dat we overal ter wereld kwalitatief goed Nederlands onderwijs beschikbaar willen stellen. Zodat, en dat heeft Juri ook net al even toegelicht, er een taalachterstand voorkomen kan worden. Je altijd terug zou kunnen keren naar Nederland. Maar ook als je een langere tijd in het buitenland woont, een binding met Nederland behouden kan worden. En voor iedereen is het doel net weer anders. Nou, wie zijn wij? De Wereldschool is de enige afstandsaanbieder die volledig Nederlands onderwijscurriculum aan kan bieden. We doen dat al sinds 1948, dus een rijke historie. En wij zijn net zoals Language One onderdeel van IVIO, wat staat voor Instituut voor Individueel Onderwijs. Het afstandsonderwijs van de Wereldschool heeft ongeveer 1000 leerlingen die wij per jaar onderwijs mogen geven in de laatste telling 109 landen. En ongeveer 40 docenten begeleiden onze kinderen daarbij. Er zijn een aantal dingen die wij heel erg belangrijk vinden binnen het onderwijs. En dat is echt op één de flexibiliteit. We realiseren ons dat het bijhouden van de Nederlandse taal naast een lokale of internationale school wel een extra tijdsinvestering vraagt van kinderen. En daarom vinden we het belangrijk om het in ieder geval zo flexibel mogelijk in te steken. Dus je kunt het hele jaar door instromen. Je kunt sneller door een pakket gaan, maar je kan ook langzamer door een pakket gaan. We houden ons ook niet aan de schoolvakanties. Dus we hebben bijvoorbeeld kinderen in Amerika, hè, waarvan we weten dat het een veel eisend systeem is, juist in de Nederlandse zomervakantie extra snel door het pakket heen gaan. Het is ook mogelijk om op verschillende niveaus in te stromen. En we kijken samen met de docent wat nodig is voor jullie om te volgen. Nou, verder toekomstgericht, we zijn steeds meer bezig met digitalisering. Ook al is er een afstand, proberen we zoveel mogelijk de persoonlijke aandacht en de persoonlijke band met onze leerlingen te ontwikkelen. Het onderwijs wat wij aanbieden, dat is onderbouwd en erkend, onder andere door de aansluiting bij Stichting NOB. Dat betekent dat de onderwijsinspectie ook kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs en daar rapporten over schrijft. En professionaliteit. Al onze docenten zijn bevoegde docenten, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Er worden kinderen altijd begeleid door vakdocenten. Dit is een klein beetje herhaling, zie ik. Wat ik nog niet heb genoemd, is dat wij gebruik maken van lesmethodes die ook in Nederland gebruikt worden. Dus wij kiezen de methode uit die het beste past bij deze individuele vorm van onderwijs. En daaromheen bouwen wij het onderwijssysteem met instructies en de docent die jullie daarbij gaat begeleiden. En dat doen wij voor kinderen met een peuterpakket van 2,5 jaar tot aan ongeveer 18 jaar in ieder geval, tot er een examen gedaan kan worden. Nou, hoe werkt dat dan? Wij werken met lesinstructies rondom de methodes die wij kiezen. Die lesinstructies zijn stap voor stap uitgeschreven, waardoor je als ouder of als kind zelf door het systeem heen kunt lopen en zo de Nederlandse taal goed bij kunt houden. Als ouder heb je wel een begeleidende rol, zeker bij de allerjongste kinderen. Maar dat is eigenlijk heel erg leuk om juist samen tijd aan te besteden.
En in het voortgezet onderwijs en in de oudere groepen van het basisonderwijs kunnen kinderen grotendeels zelfstandig door het onderwijs heen lopen. Nou, wat er toegestuurd wordt is een grote doos met netmaterialen. En het is altijd een combinatie tussen een online systeem en materialen. Tenzij dat je er anders voor kiest, maar daar leg ik zo het een en ander over uit. Onze docenten die kijken in ieder geval altijd de toetsen na. Die houden de voortgang in de gaten, kijken of er een stijgende lijn is of we ergens in moeten grijpen. Kunnen helpen het pakket wat eenvoudiger te maken of juist wat extra uitdaging te bieden. En als jullie willen, kunnen ze ook lesgeven. En daarnaast is er altijd toegang tot de voortgang van de kinderen. En aan het eind van het jaar wordt er een officieel rapport opgemaakt. In het basis- en voortgezet onderwijs kunnen jullie kiezen voor 3 verschillende varianten. We hebben Nederlands fysiek. Dat is een volledige fysieke variant waarbij er gewerkt wordt vanuit een lesmap. En in werkboeken en lesboeken. Precies zoals jullie het afgebeeld zien staan. De docent begeleidt, maar je hebt geen online internetverbinding nodig. Alleen om toetsen in te leveren of met de docent te chatten. Een andere optie die we bieden is Nederlands online. En dat is in het basisonderwijs een combinatie tussen werkboeken en het online systeem waar kinderen in kunnen werken. Nou, het voordeel is, we kunnen met meer filmpjes werken en met lesinstructies die uitgesproken zijn. Dus het is al wat interactiever. In het voortgezet onderwijs zit dat helemaal online. En als jullie willen, dan kun je er ook voor kiezen om de variant Nederlands Online Plus te kiezen. En daarbij wordt er iedere week 1-op-1 les gegeven aan de kinderen. Bij al deze 3 varianten is het zo dat in het basisonderwijs we ook 1 keer per maand groepslessen geven. Waar kinderen eventueel aan mee mogen doen. Nou, ik noem dat al even, wij bieden volledig onderwijs aan. Ik heb het nu even toegespitst op het Nederlands. Maar het is zo dat er ook altijd gekozen kan worden om losse vakken te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een stukje geschiedenis of een stukje aardrijkskunde als je je kind net wat meer mee wil geven van de cultuur. Maar het is ook mogelijk om volledig onderwijs bij ons te volgen als je een tijdelijke periode in het buitenland bent, een reis wil gaan maken of enkele andere redenen. Maar gaat je kind naar een lokale of internationale school toe, dan zal dat niet altijd nodig zijn. Bij ieder vak worden CITO-toetsen afgenomen of methodetoetsen. En ook in groep 8 de eindtoets. Dus mochten jullie na groep 8 terugkeren, wat een moment is dat wij toch al zien dat, dat ouders terugkeren naar Nederland, dan is het prettig om het advies te krijgen. En in het basisonderwijs krijg je 1 vaste docent toegewezen die jullie gaat helpen en begeleiden. En als het even kan, 1 vaste docent voor het hele gezin, afhankelijk van het leeftijdsverschil. Dan voortgezet onderwijs. Dat noemde Ionica net al even. Wij bieden 3 niveaus aan: VMBO, TL, HAVO en VWO. Dan in samenwerking met Language One ook het MYP en het IPDP program. Hier kan het kind gewoon zelfstandig mee aan de slag. Gaat het om een volledig pakket, dan wordt er een mentor toegewezen en op die manier coachen wij de kinderen. Dan nog 2 pakketten die hier niet helemaal in pasten, maar wellicht wel relevant zijn. Het NT2 pakket voor kinderen die nog geen Nederlands spreken of de Nederlandse taal niet als eerste taal machtig zijn. Dus ze bijvoorbeeld nog niet hebben leren lezen en schrijven, maar waarbij jullie wel graag de Nederlandse taal mee willen geven. Daar is het NT2 pakket voor geschikt. We beginnen gewoon helemaal aan de basis door aan de woordenschat te werken en stapje voor stapje te leren lezen en schrijven. En we bieden een peuterpakket aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Om aan de woordenschat te werken, alvast een stukje Nederlandse taal en cultuur mee te geven. En die is online, zit af en toe eens een Skype moment bij met de docent. Zodat ze alvast voorbereid worden op groep 1. Omdat we al wel eens zien dat kinderen niet in groep 1 kunnen starten omdat de taal nog niet genoeg ontwikkeld is. En dat kun je met het peuterpakket voorkomen. Nou, aanmelden, hoe werkt dat? Allereerst is het verstandig om met een adviseur in gesprek te gaan om te kijken wat jullie doel is, wat de situatie is, zodat we ook het passende pakket voor jullie kunnen adviseren. Dan kun je eenvoudig inschrijven via www.wereldschool.nl/bestellen. Dan in ons magazijn, wat jullie wellicht hier een beetje op de achtergrond zien, wordt het pakket ingepakt en wordt het verzonden over de hele wereld. Dan ga je kennis maken met de docent en lekker aan de slag. We zijn erg actief op social media, dus het is leuk om op de hoogte te blijven. Dan ben je van harte welkom om ons te gaan volgen. Tot daar. Heel erg bedankt, Bianca. Fantastisch gedaan, ook weer keurig binnen de tijd. En daarmee dank ook aan alle sprekers. Laat ik er gelijk aan toevoegen dat door corona is veel in ontwikkeling.
En dat betekent dus dat sommigen meer hybride zullen gaan of juist helemaal online. Dus check dat altijd even, want het is een jaar van snelle ontwikkelingen. Dus vraag daarnaar, want over een jaar vanaf nu kan de situatie bij sommige aanbieders alweer iets anders zijn dan nu. Maar dit is natuurlijk een geweldig overzicht. En wij zijn bezig vanuit de Stichting Nederlands Buiten Nederland om een enquête op te stellen of ouders geïnteresseerd zouden zijn in taalkampen voor tijdens de zomer of misschien andere perioden tijdens het jaar. Daar komt een enquête aan. En ook hierbij de vraag aan de aanbieders die hier hebben gesproken of ze daar geïnteresseerd in zijn om zich bij die enquête aan te sluiten. Ja, dan horen we dat graag. Tot hier het programma van vandaag. Wij komen binnenkort met een aankondiging voor een nieuw webinar, namelijk over remigratie. En dat zal mede in samenwerking met het IND gedaan worden. En dat is natuurlijk wel belangrijk. We krijgen veel vragen over mensen die terug willen of terug zijn naar Nederland. En dat het niet allemaal vlekkeloos verloopt. Alle sprekers heel veel dank. En met name heel veel dank aan Marielle Voogd hier, onze regionaal vertegenwoordiger, die alles heeft opgezet achter de schermen. Dus iedereen veel succes. Dit webinar zal worden bewaard. In die zin wordt op de website gezet. Voor zover de slides met ons worden gedeeld, zetten we die ook op de website. En dan kan iedereen dat rustig teruglezen en terugkijken. Mochten er verder vragen zijn, dan dan is dat via die kanalen gewoon verder te benadrukken. En ik hou er hierbij op, want ik weet uit ervaring dat mensen er nu wel klaar mee zijn na een klein uurtje. Dus ik zou zeggen tot ziens en bedankt tot de volgende keer.